Dus, nou ja, veel aan het handje. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is René en Sergio die is even boodschapjes doen. Nou ja, wij zitten midden in het proces van het huis verkopen. En ik begin alweer met waterige ogen. Op een of andere manier is het best wel een emotioneel proces voor mij. Het gaat helemaal nergens op, maar het is gewoon het eerste huis wat ik zelf gekocht heb en trots op was. Het is ook gewoon een heel fijn huis. En toch weer dingen in meegemaakt. En Jess is hier geboren. En hij kan zich dadelijk zijn kamertje niet eens herinneren. Geen idee waarom ik hier nou zo emotioneel van word de hele tijd. Maar goed, het is best wel stressvol ook. Alle dingen die er gewoon bij komen kijken. We hebben natuurlijk heel veel dingen lopen nu op dit moment. Het huis verkopen, we hebben een huis gekocht. Daarvan is het natuurlijk nog maar hopen. Ja, dat is een hele kleine kans dat het niet doorgaat hoor, maar dat gewoon... de hoera-brief krijgen dat het allemaal in orde is en dat ze kunnen gaan bouwen. Als dit huis verkocht is, dan gaan we uiteindelijk bij mijn moeder wonen, wat heel fijn is, maar toch ook wel weer een stap. Want zij laat natuurlijk wel gewoon even een heel gezin, inclusief honden en kind, bij haar in huis. En hoe gaan we dat dan goed verdelen? Waar gaan we al onze spullen laten? Ja. En dan zitten we ook nog in de coronatijd. Wat natuurlijk best wel veel impact heeft op ons en iedereen eigenlijk. We hebben ook de bezichtigingen met mondkapje gedaan. Ik ben ook uit huis gegaan. Dus ja. Gewoon veel dingen tegelijkertijd die er aan de hand zijn. Maar er is in ieder geval één iemand die, er waren wel meerdere geïnteresseerd, maar in ieder geval is de eerste, heeft een bod uitgebracht. Alleen helaas niet het bod wat wij graag zouden willen. Dus we zijn in onderhandeling en kijken of we eruit komen. We hebben in principe geen haast, want ja, het huis wordt in 2022 opgeleverd. Dus we laten ons ook niet opjagen. Want we hebben gewoon iets in ons hoofd wat we willen. En we willen wel een beetje mee bewegen. Maar we gaan niet te veel gekke fratsen uithalen. Dus spannend. Daarnaast is Jess ook heel goed bezig dat hij de hele tijd aangeeft dat hij aan het plassen is. Nou hebben we een heel schattig potje. Een wc'tje. Maar ik vind het lastig. Want hij geeft heel goed aan van... hij is wat aan het doen, maar dan is hij dus al aan het plassen. Voordat ik dan hem op dat potje, de broek uit, romper omhoog, van alles, hem op de pot heb gezet, is hij al klaar met plassen. Dus dat vind ik nog wel lastig. Ik heb hem ook een paar keer zonder iets rond laten lopen. Maar hij kan het nog niet echt ophouden, dus dan vervolgens dan... ligt er daar weer een plasje of daar, weet je wel. Dus dat, lastig. Volgens mij moeten we het op bepaalde tijdstippen gaan doen. Dus elke keer als hij of net uit bed komt, als hij dan gegeten heeft, dat je hem dan standaard op het potje zet of zo. Hij is natuurlijk ook echt super jong nog. Hij is 1 jaar en 8 maanden. Maar ja, hij geeft het wel aan als hij moet plassen. Dus ja, dan kunnen we er maar beter op inspringen, denk ik dan. Dus... veel aan het handje.
Mama vasthouden. Kan mama ook even kijken of je aan het wassen bent. Het is weer gezellig in huis de politie. We hebben vandaag bezoek van vrienden uit... uit Kaan. Oh, daar heb ik trouwens iets over verteld ook nog. Nee. Uit... Nee. Alphen. Alphen en... Alphen? Alphen. Ben je nou aan het recorden? Aan het recorden, ja. Ik weet het niet, het Nederlands. Aan het opnemen. Oh. Of aan het vloggen. Het is maar net welk werkwoord je wil gebruiken. Desalniettemin komen ze dus uit Alphen. Dus zoals je ziet is dat... oh, daar is René. Eden. Ja. Dat is Eden. Nee, ik was je even aan het voorstellen. Oh. Nou ja, en daarachter zit onze piano virtuoos. Sean. Ja? Say hi to the camera. En Jessie die is... Ja, best goed hè, met chips eten en zo. Ja, deze is wat minder... hoeken. Scherp. Jessie, ja. Eens kijken. Stinkerbel. Ja, Stinkerbel. Zei het toch? Tinkerbel. Oh, Tinkerbel. Op vrijdag gaan we dus iets heel erg leuks doen met deze meneer. En en daar hebben we Anna. Yes, she's pregnant. Dus ze gaat plassen. Ja, dus zoals ik al verteld had van de week vrijdag gaan we iets heel erg leuks doen. Dus dat zal dan de week erop in de vlog komen. En nou, voor nu hebben we het lekker gegeten. En ik zie ineens een stokpaardje verschijnen in beeld. En ik wilde eigenlijk nog karaoke. Wat is het meervoud van karaoke? Karaoke. Abonneer op zijn kanaal. Nou ja, daar sluiten we normaal gesproken mee af, maar we gooien hem nu gewoon tussenin. Abonneer op ons kanaal. En like deze video. En ik moest dus vandaag nog even snel naar Amsterdam. En, want ik, normaal gesproken, als ik visite krijg, weten jullie ook, dan maak ik iets lekkers eten. Het is vandaag niet gelukt, maar we hebben een heerlijke pizza op. Ik zit best vol eigenlijk. En ik heb gelijk erachteraan chips op tafel geknald, dus we zitten helemaal in de partystemming. Anderhalve meter. En misschien gaan we nog een potje zingen, maar dan moet ik even kijken, moet ik even René liever aankijken. Maar René is eventjes druk bezig met... Sensor. Niet kijken. Sensor. Wat is dat dan? Dat is een... kijk, krokodil. Ja. Oké. Dit is de groene binnenkant. Dat was eerst en ik heb er nou geverfd zelf. Waar is dat voor dan? Heb je hem zelf gemaakt? Nee, waarom gekocht? Oké, geinig. Hey, Jessie. Zo. Als iemand nog een ski-koffer nodig heeft op de N44. Zo, de meters. Tering. Ja, ik zag een auto ineens zo. En er ging er ook eentje daar apart staan, maar was die van hem? Ik heb geen idee. Wow. En op tijd. Oké. Nou, zoals je net zag, zitten we weer in de auto. Ik mag weer naar buiten. Yay! En we zijn in Rotterdam bij Avium voor tegels, laminaat, sanitair, weet ik het allemaal. En Jessie Silver is ook weer naar de crèche. Althans, naar de gastouder. En dan hadden wij deze ochtend heel even tijd om wat voor het huis te gaan bekijken. En vanmiddag moet jij weer werken, helaas. Yes. We gaan naar binnen. Stond in het water. En nou is meteen nat. Natuurlijk. Zo, we zijn weer op de terugweg. Oh, keuzes. Maar het positieve is wel dat we bij deze zaak tenminste heel vaak hebben gezegd... Oh, deze is ook mooi. Oh, deze is ook leuk.
Terwijl we vaak bij andere zaken juist meer zoiets hadden van, mooi. Ja, we hadden daar wel wat keuzes kunnen maken inderdaad. Ja. Maar ja, het is even zaak aan ons dat we echt even specifiek gaan opschrijven wat de afmetingen zijn, hoe we het precies willen hebben per ruimte. Want ja, je hebt natuurlijk de woonkamer, je hebt de hal, je hebt de wc, je hebt de slaapkamer, je hebt de badkamer. Dus ja, en dan ook echt een visie in je hoofd hebben, aangezien we eigenlijk liever niet zo standaard willen hebben. Maar ja, het moet ook geen ratje toe worden. Ze dus moeten even wel, echt... Ik hou wel een beetje van ratje toe, hè? Ja, dat weet ik. Ja, we leggen ratje toe al over. Ja. Dus ik ben hier om daar een beetje een lijn in te trekken, denk ik. Ja, maar lekker lijntjes trekken. Ik trek lijntjes. Nou, ik ga er even over nadenken. Dag lieve patatjes, goedemorgen. Jongens, het is het weer vroeg. Het is 6 uur nu. Op een donderdag, dat is mijn vrije dag. Ik ga zo meteen Jesse wakker maken, want wij figureren vandaag in een nieuwe film. Een tragicomedie. En daarvoor moeten wij zo meteen naar Drievliet. En ja, moeten we een beetje rondlopen volgens mij op de achtergrond. Of in de achtergrond. En René kan helaas niet mee. Dus daarvoor worden we gekoppeld aan een vrouwtje daar. En dan vormen wij een gezin. Een vader, moeder en een kind. En maar ja, zoals gebruikelijk mogen we niet filmen opzetten of zo. Dus dat gaat helaas niet worden. Ik zal kijken of ik kan filmen een klein stukje als ze aankomen gewoon. Ja, dat gaan we dus doen vandaag. Dus eerst wat anders. Het is wel onstuimig weer. Dus even afwachten of het binnen of buiten is eigenlijk. Nou, even een ontbijtje. Jesse wakker maken. En dan gaan we weer op pad. Ja, ja, mondkapje en wel. Even lekker ontbeten en set gestaan. Even kijken waar we moeten staan. We moeten buiten natuurlijk niet filmen. Maar ik ben gekoppeld aan mama Stephanie. En Jesse die ligt lekker te chillen. We zitten hier in een soort van theater, denk ik. Dit is onze wachtruimte. Mondkapje op, mondkapje af, al dat soort dingen. En het is een bioscoopfilm, heb ik inmiddels begrepen. En hij komt volgend jaar uit. Hartstikke leuk. Dus het is altijd wachten zo'n dag. Veel wachten. En als we dan opgaan, dan is dit 10 minuten klaar. Trek je het nog, vriend? Zo, de opnames zitten erop. We hebben lang moeten wachten, maar het laatste half uurtje was dan toch ons moment of shine. Ik ben wel kapot, we hadden natuurlijk al 5 uur op. Jesse die ligt nu lekker te slapen. Ik heb daar geen tijd voor, want ik moet voor jullie weer een leuk video in elkaar flansen. En we zijn nog druk bezig voor hetgeen dat we morgen gaan livestreamen. Zijn we heel druk mee bezig. En dat wordt hartstikke leuk. Hou het in de gaten. Morgen dus een livestream vanuit Alphen, Brabants Eethuis. En voor nu zeg ik een hele fijne dag nog. En tot morgen. Ciao, 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 ciao. Oh ja, lijnen gaat ook heel goed.